Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik heb me even snel klaargemaakt, want ik heb zo'n afspraak met een interieurarchitect. En daar ben ik echt heel blij mee, want zij gaat me dus helpen met advies, styling en design. Ik weet eigenlijk precies wat ik wil, maar mijn probleem is dat ik dus meerdere stijlen wil combineren en zij gaat me daar dus echt bij helpen. Leggen en hij gaat van deze tegel dus ook de plint maken. Ja, ik zie het. Ja, ik heb ook glans, maar iets simpeler patroon. Ik heb gewoon eigenlijk een beetje beige. Ja, heel licht beige, zeg maar. Ja, wel mooi. Mijn foto stuurt van die tegel. Ja. En probeer het heel scherp te maken. Ik heb hem hier ook echt liggen, dus ik ga gelijk een foto voor je maken. Even kijken. Ik dacht, ik neem ze gewoon mee naar huis. Waar wonen jullie? In de Randstad ergens, denk ik? Ja, wij wonen eigenlijk nu in Rotterdam. Rotterdam? Ja. Zo, ik ben klaar en omgekleed. En ik kan eindelijk mijn kleren aan die ik maanden geleden heb besteld bij de Zara. Omdat het zo lang gewoon rot weer was en eigenlijk warm is. Dus laat ik even aan jullie zien. Ik heb een neon topje aan. Kijken. Dit is dus het neon topje dat ik aan heb van de Zara. Broek van de Zara en slippers van Naked. Zo zien jullie mijn outfit denk ik wat beter. Gewoon lekker comfy. Ik heb gehoord dat het 25 graden wordt, dus ik ga er lekker van genieten. Ik neem mijn blazer mee en we gaan richting het bos. Kijk, dit zijn mijn slippers. Deze zijn van Naked. Heel fijn. Ik wil aftrekken en toen besefte ik het nog maar 10 kilometer kon rijden. Dus ik ga nu tanken. En ondertussen kan ik mijn auto opruimen. Dat ga ik nu doen. Ik heb nog niet verteld wat ik ga doen vandaag. Want ik heb vandaag weer afgesproken met Esme na een heel lange tijd. Die hebben jullie echt heel lang niet in mijn vlogs gezien. En we gaan gewoon even lekker samen eten buiten. We gaan richting het bos, even wandelen, lekker buiten eten, in het zonnetje zitten. En ervan genieten, want morgen is het alweer gewoon koud thuis. Volgens mij is het morgen alweer 10 graden of zo. Dus we gaan er gewoon lekker van genieten. Dat is een beetje de planning. Hi babe! Hi. Wij gaan lekker even naar het bos. We hebben koffie gehaald bij de Starbucks. En een lekkere gebakje. En nu gaan we chillen. Jouw haar is trouwens echt gegroeid. Ja, hè? Pas. Ja, echt mooi. En ik heb het weer nog geknipt. Ah, alweer een half jaar. Nee, ja, een paar maanden geleden. Maar echt mooi. Ja. Nou guys, ik zit nu bij Estes en we gaan lekker salades bestellen. We hebben echt waarschijnlijk, we hebben de hele middag gewoon letterlijk buiten de zon gezeten. En het was echt heerlijk. Echt top. Als het weer warm weer is, gaan we gewoon weer daar naartoe. Ja, dat was echt een goede spot. Ja, ja. Dat was echt lekker, het was niet te warm. Het zat er lekker een beetje afgezonderd. Ben je een beetje bruin geworden? Ik heb het gevoel alsof je binnen bruin zijn geworden. Hè? Ja, ik heb het idee ook. Ja, echt. Maar ik had het idee gisteren dat ik een beetje soort van weer spoedjes zag. Ja, rode neus. We hebben lekker salades besteld. Echt zo'n heel goed gevulde one. Hieronder zie je ook nog couscous. Zo, ik heb echt zo'n leuke dag vandaag gehad. We hebben lekker samen gegeten. Heel veel gekletst natuurlijk. Weer bijgekletst. Ik ga nu richting huis. Ik heb Nessie vandaag ook wel gemist. Hij heeft me echt zo vaak geappt. En ga ik even kijken wat Nessie me gaat doen. Waarschijnlijk gaat hij zo ook weg. Ik zweer wedden als ik thuis kom dat Nessie dus gaat zeuren dat ik hem vandaag alleen heb gelaten. Hij zegt altijd als ik thuis ben, maar als ik wegga zegt hij altijd dat ik hem alleen heb gelaten. Hallo. Hoi Nessie Mos, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het koken. Oh, wat ben je aan het maken? Pasta. Oh, geen hertbiefstuk. Nee, dat moet ik met jou doen hè. Habibi, wat heb je gedaan vandaag? Ik heb voetbal. Oh, was het leuk? Ja hoor. Heb je mij gemist? Ja hoor. Ja hoor. Oké. Ja, wat ben je dan? Onderweg naar huis. Oh, ik heb bijna mijn vinger gesneden. Oh, no, no. Mooi filmpje hoor. Waar ben je dan nu? Ben je bijna thuis? Nee
joh. Over 20 minuutjes of zo pas. Nee, ik ben even aan het concentreren op eten, Mimi. Oké, ja, is goed. Doei, doei. Jalla. Zo. Wat een licht hier. Ik ga even lekker douchen. Daarna doe ik even lekker mijn jogging aan en een shirtje. En ga ik mezelf even trakteren op een lekkere cappuccino. Ik moet je eerlijk zeggen, dit was echt na een hele lange tijd echt weer een heerlijk dagje. En dan sta je er nu denk ik wel wat meer bij stil. Want ja, ik doe met corona, dat doe ik nu heel weinig. Ik zie vrienden eigenlijk ook heel weinig. Maar als je zo'n dagje hebt gehad, denk je van, ja, je moet echt wel vaker afspreken en dingen doen. Gewoon om je ook wat beter te voelen. Het heeft wel echt effect op je. So, yes. Oh, guys. Zien jullie mij? Ik heb inmiddels lekker gedoucht en even iets anders aangedaan. En nu ga ik even drinken halen. Ik heb nu echt, zeg maar, de traditie dat ik gewoon vlak voor de avondklok vertrek om iets te halen. Omdat ik dan denk, straks heb ik ergens zin en dan heb ik het niet thuis. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en ik ga richting IJsselstein voor een afspraak. Zo, zoals jullie zien rijd ik dus weer in mijn eigen auto. Want ik vind het nog best wel eng om lange afstanden te rijden. In die Fiat 500. Omdat je hem dus moet opladen. En als je hem dus helemaal vol hebt opgeladen, kan die 250 kilometer rijden. Maar op de manier hoe ik rijd, kan die nog veel minder rijden. Dus dan heb ik altijd paniek of ik ergens wel kan opladen of niet. Zo neem ik voor de zekerheid toch mijn auto. Oké, guys. Ik ben bij Acacia Beauty. Het ziet er altijd zo clean uit. Ik ben dus voor een touch-up voor mijn wenkbrauwen. Ik ben hier al een keer geweest, maar echt gewoon best wel lang geleden. Een half jaar terug of zo. Echt een heel prettige ervaring. Ik heb nu dus ook helemaal niks op mijn wenkbrauwen. Ik weet niet of jullie het hadden gezien. Maar ik ben er heel blij mee. Ik ga nu voor een touch-up. En volgens mij ben ik dan klaar. Guys, daar ben ik weer met Boerjoe. Hallo. Ik ga mijn wenkbrauw weer aanpakken. Kan je uitleggen wat je vandaag gaat doen? Ik heb trouwens nu niks op mijn wenkbrauw. Ik heb wel make-up op, maar niks op mijn wenkbrauw. Ja, we hebben de eerste keer heel subtiel powderbrows gedaan om even te kijken hoe het gaat genezen. Mm-hmm. We gaan nu voor iets voller en iets breder. Weer gewoon powderbrows en dan voor een beetje van licht naar wat donkerder. Yes. Nou, let's go. Ik ben net klaar. Kijk hoe mooi mijn wenkbrauwen zijn. Maar ze nemen nog echt af, hè, qua heftigheid. Ja, dus ze worden echt een beetje heel mooi bruin. Wat ik eigenlijk normaal ook heb, zeg maar. Nu zijn ze een beetje zwart. Maar ik vind het echt zo mooi. Plus, ik ben dit keer dus echt heftiger gegaan. Want normaal gesproken had ik dus van naturel gekozen. Yes. Maar ik vind het eigenlijk veel mooier. Dus staat goed. Ja, ik heb je updated. Guys, ik ben klaar. Dat had ik jullie nu al verteld. Ik ga even lekker koffietjes scoren. Bij de McDonald's, want die is echt gewoon vlak hiernaast. Volgens mij zei ik het vorige keer ook. Ik heb er echt heel lang gezeten, want ik was er om 1 uur en het is nu 4:30. Dus ik heb er echt heel lang gezeten. We hebben echt heel veel gekletst. Haar zusje was er ook. Ik word altijd behandeld door Boertje. En vandaag was haar zusje dus ook. Ze hadden het echt heel gezellig. Echt heel leuke gesprekken gehad. En nu lekker richting huis. Echt een leuk dagje vandaag. Ik heb al tegen Boertje tegenwoordig, weet je wel. Kan je niet, zeg maar, na een afspraak lekker even gezellig samen eten ergens of zo. Het kan gewoon niet. Je kan niet laten bezorgen. En dat vind ik zo jammer. Dat je niet even daarna gewoon even lekker ergens kan zitten met z'n drieën. Hallo guys. Ik ben weer thuis. En ik ben echt zo happy. Ten eerste, alle samples van mijn behang, van mijn woonkamer, zijn eindelijk binnen. Ik wou dus eerst mijn hele huis gewoon een beetje wit, gebroken wit doen. Maar ik wil toch wel een kleurtje in mijn woonkamer. En alle samples zijn binnen. Daar ben ik echt heel blij mee. 1. 2. Nesim heeft gewoon het hele huis opgeruimd. Schoongemaakt. Everything. Ik ben bezig. Ben ik aan het liegen dan? Ja. Nou, sorry. Maar je hebt wel veel gedaan. Ik heb veel gedaan. Ik kan ook zeggen dat je maar de helft werk hebt. Bedankt. Heel blij ermee. Ik ben heel opgewekt vandaag. Ik heb een leuke dag gehad. Wij gaan zo een biefstuk maken. Ja. Dus dat heb ik even naar buiten gehaald. We gaan het eten met asperges en zoete aardappelen. En we gaan nu even naar de supermarkt. Want daar gaan we even een colaatje scoren. Nou, good day. En iemand heeft bloemen gegeten. Wie zal het zijn? Wie heeft bloemen gegeten? Dinar. Zeker Dinar. 100% zeker Dinar. Schappen gedaan. Kijk, ik kan zien dat Nessie vandaag een snack night heeft met zijn vrienden. Lekker hoor. Oké, guys. Even mijn haren lekker in de knot. Want we gaan een biefstukje bakken.
Ik heb ossenhaas gekocht. Het is eigenlijk geen biefstuk, maar een soort van. Wij hebben lekker gegeten. Hoe was mijn vlees, Lili? Heerlijk. Ja! Yes! Oh ja! Ella! Ik ben kot. Yes! Ja! Dat gaan we niet doen, hè? Oh yes! Hey! Oh, 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 oh. Yes! Kijk aan. Zo, ken je die moderne dans? Ja. Dus doe het moderne dans voor mij? Hoe doe je dat dan? Gewoon overdreven. Ja. Hoe kan ik af mijn slippers uit, anders kan ik het niet. En dan moet je op mij komen springen. Ah, het is heel eng! Wat moet ik doen? Gewoon zo heel modern, heel overdreven. Ja? En dan springen. Dag. Je hebt het mij niet zwaar! Nee, je moet echt springen, dan kan ik je tillen. Oh. Je springt niet, ik man! Ik kan het niet! Kom! Oké. Okay. Oh, ik ben echt zo lang in spandex! Hoe komen ze met één been naar voren? Ik weet niet wat anders doen. Oh. Het komt ervan. Als je snacks in huis hebt, dan ga je ervan eten. Haha. Ik wil wat zeggen. Guys, we hebben onze koelkast leeggehaald. Want hij is verkocht. Ah, daar gaat hij. Zo jammer, maar we hebben hem dus niet meer nodig. Omdat we dus gewoon een koelkast krijgen. Die ingebouwd is in onze keuken. Dus dat is onnodig.